الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ik ben erg blij om hier te mogen zijn in een van de huizen van Allah Azza wa Jal, in deze gezegende stichting, in deze gezegende maand, met inshallah gezegende broeders. Vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze bijeenkomst, deze ontmoeting, ons allen te zegenen. En vraag Allah Azza wa Jal om onze daden die wij verrichten, om wil Allah subhanahu wa ta'ala te accepteren. En wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om deze stichting meer vruchten te geven, meer te verbreiden of te verspreiden, meer uit te breiden. Dat we inshallah in de toekomst een grotere ruimte krijgen, inshallah. En dat er gelegenheid is voor heel veel, alhamdulillah, er wordt veel verricht. En dit is een teken van goedheid. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om het te zegenen, om het te accepteren, alles wat hier georganiseerd wordt, alles wat hier gedaan wordt. En iedereen die een bijdrage aan levert, wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om dit waar te laten weten, de wetenschap. Na het dank van Allah, danken wij aan degenen die deze ontmoeting hebben gerealiseerd, of in ieder geval hierna hebben uitgenodigd. En zoals jullie denk ik wel weten, het onderwerp van vanavond, dat is het leven van de Sahaba in de maand Ramadan. Als wij kijken naar de biografieën van onze vrome voorgangers, in het algemeen heb ik het niet eens over hoe zij waren in Ramadan, maar in het algemeen, dan schrikken wij als wij kijken naar onze toestand in verhouding met het leven van de Sahaba radiyallahu anhu. Wat wij doen is te verwaarlozen ten opzichte van wat de metgezellen deden van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoe actief zij waren, hoe gedreven zij waren, hoe de liefde die er was, de band die er was, hoe de band was met Allah azza wa jal, hoe actief zij waren, hoe gedreven zij waren, hoe zij genoten van deze aanbidding. Vandaag de dag hoor je een van ons zeggen, deze imam, het duurt heel lang niet trouwen. Ik ga naar een andere moskee. Hij gaat naar een andere moskee omdat die imam het gebed ietsje langer verricht, ietsje langer verricht dan een andere moskee. En men zoekt naar de moskee die het snelst klaar is met trouwen. Waarom? Zodat we tijd overhouden voor onze social media, zodat wij meer tijd overhouden voor de WhatsApp en Facebook en kunnen internetten enzovoorts. De Sahaba, die genoten van de aanbidding, die genoten van het gebed, die genoten van het vasten. Het vasten was geliefd bij heel veel metgezellen van de profeet alayhis salam. Dusdanig dat metgezellen kwamen met vragen kwamen bij de profeet alayhis salam: mag ik vasten op reis? Ik ben iemand die heel veel vast, ik hou van het vasten. Kan ik ook gewoon vasten tijdens de reis? Als we kijken naar de Sahaba, bij de Taraweeh, het verrichten van de Taraweeh, Surat al-Baqara, het was heel gewoon om Surat al-Baqara in 8 raka'at te reciteren. De gehele Surat al-Baqara. In 8 raka'at, in 8 gebedseenheden. En als iemand Surat al-Baqara in meer dan 8 gebedseenheden heeft gereciteerd, dan zeggen ze deze heeft te snel gebeden. Snel. Die heeft snel gebeden. Dit is de 7e nacht van Ramadan. We zijn nu in nacht 7. De 7e nacht. Ieder van ons kan zich afvragen hoeveel heb ik gelezen, als het gaat om het lezen van het boek van Allah, het Koran lezen. Hoeveel heb ik gelezen tot nu toe? Als jij bijvoorbeeld, en niet minst, wat we
wat we kunnen doen is één keer de gehele Koran uitlezen in de maand Ramadan. Dat is het allerminst. Hoeveel heb jij gelezen? Hoe ver ben jij? Hoe ver ben jij? Je moet ongeveer tot nu toe, we uitgaan 7e nacht, dicht bij de kwart zijn. Dichtbij de kwart, en 150 bladzijden bij. En veel mensen die vinden dit mashallah dat hij 150 heeft gelezen en alsof hij Mount Everest heeft beklommen, zeg ik. Wat reciteerde de Sahaba? Sommige metgezellen die gingen elke drie dagen de hele Koran uitlezen. Elke drie dagen. Sterker nog, in de tijd van de profeet alayhissalam, Abdullah ibn Amr. Ibn al-As, dit is buiten Ramadan, en ik laat staan in Ramadan. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, maar hij reciteerde de gehele Koran elke nacht. Elke nacht. De gehele Koran. En hij vastte elke dag. Totdat de profeet alayhissalam tegen hem zei, je moet niet zoveel vasten, maar vast drie dagen in de week, of drie dagen in de maand. En vervolgens bleef hij zeggen, oh boodschap, ik kan meer, ik ben nog jong, ik ben sterk. Ja? Totdat hij kwam bij het punt, vast één dag en één dag niet. Ja, dus 100 dag. En dat is het beste vasten. En de profeet zoals hem zei tegen Abdullah, nou, beter dan dit is het niet. La afdala minha. Dit is het vasten van de profeet, Dawud alayhissalam. Hij ging één dag vasten, één dag en eten, en onderdag. Als het gaat om het gebed, wij bidden acht rakaat, en in de sunnah tot 11 rakaat, zoals in Hanif naar Aisha, en 11, en andere overleving 13. Maar waar wij niet bij stilstaan, is bij een gedeelte in die hadith waarin zij zegt, vraag niet de mooiheid, de schoonheid van deze gebedseenheden, deze acht gebedseenheden, en de duur ervan, de lengte ervan. Wij bidden vaak vandaag in de meeste moskeeën worden acht rakaat gebeden, daarna niet twee en in totaal 11. Maar is de lengte, de mooiheid, de schoonheid ervan net zo als die van de profeet alayhis salam, net zo als die van de sahaba ibn Allah? Er is een heel groot verschil. Het enige wat overeenkomt is het aantal, meer niet. De lengte en de duur van de metgezellen die vanwege het lang staan in de gebeden en in het nachtgebed, leunden zij op iets of op een stok of iets dergelijks. Vanwege de duur van één gebed. Van één gebed. En als zij klaar waren met het talawee, dan haasten zij zich naar hun huizen, naar hun woningen, zodat zij nog tijd kunnen maken om te eten, en die support. Wat betekent dit? En het betekent dat ze bijna de gehele nacht stonden. Waarom? Want dit is een kans die zij niet voorbij lieten gaan. Maand Ramadan, als je niet actief bent in deze maand, wanneer ben je dan wel actief? En daarom, er is een hadith van de profeet alayhissalam, wanneer hij drie keer aan zegt, en één van die drie keer gaat over deze maand, over Ramadan. Degene die Ramadan bereikt, en Allah vergeeft hem niet, mogen Allah deze verre weg van wat? Van zijn barmhartigheid. Van zijn gunsten, van zijn genade. En toen zei de profeet, amin. Want Jibril zei tegen de profeet alayhissalam, zeg amin, kul amin. Wie doet de dua? Jibril alayhissalam. En wie zegt amin? De profeet alayhissalam. Als je Ramadan hebt bereikt en je hebt deze kans niet gegrepen door actief te zijn, door veel te gaan reciteren, door veel je best te doen in de aanbiddingen, door een sadaqa te verrichten, zoals onze profeet alayhissalam en ook de metgezel, radiyallahu anhu. Ja, de Nabi alayhissalam, ajwad al-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Waarom? Want dit is een geweldige kans. Dit is een gezegende maand. Waarin jij nog meer je best dient te doen. Nog meer actief te zijn. En wanneer wij zeggen nog meer, betekent niet dat als Ramadan voorbij is, dat er een soort winterslaap komt of ergens. Dat wij non-actief worden. Tot weer de volgende Ramadan. Dat we alleen maar moshaf pakken in Ramadan. Nee, in
Ramadan en de Koran, jij meer, dat je meer leest, meer reciteert, meer memoriseert, jouw memorisatie herhaalt, dat je veel herhaalt en doorneemt. Zoals ook onze profeet alayhi salam, en die dat deed, samen met Jibreel alayhi salam. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, toen zijn slaaf Nafi hem beschreef, hij zei, wat was zijn dagelijkse bezigheid? Hij ging naar de moskee, het verplichte gebed verricht, terug naar huis, hij opende een mushaf. Hij opende een mushaf. En vervolgens, totdat hij de adhan, klapte hij mushaf dicht, ging hij naar de moskee, weer terug naar huis, weer opende een mushaf. En zo de hele dag. In Ramadan, wat deed hij in Ramadan? Hij bleef staan tot de adhan verhuisde. En alleen wat hij nodig had voor de sukkur om te eten, meer niet. Alleen enkele minuten voor een sukkur om te gaan eten. En de bedoeling, wanneer wij te horen krijgen hoe het leven was van de Sahaba tijdens Ramadan, is om er naar te leven, om naar deze weg te gaan. En niet dat wij het alleen maar horen ter informatie. En dat wij ook even dit spiegelen met ons leven in Ramadan. Hoe zijn wij in Ramadan? Wat doen wij in Ramadan? Wat zijn onze dagelijkse bezigheden in Ramadan? In hoeverre geef ik tijd aan de Koran? In hoeverre geef ik tijd aan het gebed? Aan het dua, aan het vragen van vergiffenis aan Allah Azza wa Jal, aan sadaqa. En het moet duidelijk zo zijn bij de gelovigen dat hij continu zijn hele leven, het hele jaar door, bezig is met het verrichten van goede daden, maar nog meer in de maand Ramadan. Nog meer. Nog meer reciteren, nog meer memoriseren, nog meer als het gaat om sadaqa, liefdadigheid. En dit is heel erg belangrijk, beste broeders en beste zusters, dat wij in Ramadan deze kans, deze gunst van Allah Azza wa Jalla. En Ramadan is een gunst van Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla heeft ons begunstigd met deze maand, waarin veel zegeningen zitten, waarin de shayateen worden geketend, waarin de deuren van het paradijs worden geopend en de deuren van het helvuur gesloten worden. Wat betekent dit? Dat betekent van, bereid je voor. Deze maand is de maand waarin je veel winst kunt maken. De maand waar de gelovige naar uitkijkt. De maand waarbij jij heel erg blij moet zijn dat Allah Italië op gunst heeft. Dat je deze maand hebt meegemaakt, beste broeders en zusters. Deze maand, Ramadan, is een gunst van Allah. En de metgezellen, die wisten wat Ramadan was. En die wisten de waarde van deze maand. En die waren zeer actief in deze maand. Als het ging om daden van aanbidding, zij verrichtten dit natuurlijk het gehele jaar door, maar in deze maand was er meer nadruk. Was er meer nadruk als het gaat om het reciteren van Qur'an, als het gaat om het nachtgebed, als het gaat om sadaqa, als het gaat om verschillende daden van aanbidding. We weten, in deze maand is het Qur'an geopenbaard. Allah Ta'ala zegt, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Deze maand, Ramadan, in deze maand is de Koran geopenbaard. En in Laylat al-Qadr. En Laylat al-Qadr bevindt zich in de laatste 10 nachten van de maand Ramadan, waardoor de metgezellen ook weer in deze laatste 10 nachten nog meer hun best deden. Nog meer hun best deden. Zoals ook onze profeet, sallallahu alaihi wasallam, dat heeft gedaan. Zoals ook het gezin van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, ook heeft gedaan. De profeet, wanneer de laatste 10 nachten binnengingen van de maand Ramadan, dan schudde hij zijn gezin wakker. Dit is het moment dat je moet benutten van deze maand. Je moet niet deze maand voorbij laten gaan zonder je uiterst best daarin te hebben gedaan. Als het gaat om toenadering zoeken tot Allah Azza wa Jalla. En vandaar dat de Sahaba en de profeet in deze laatste 10 nachten, dat deden ze al-i'tikaf, zich afzonderen van hun woon- en woonomgeving. Hun woonomgeving, zodat zij zich kunnen concentreren op daden van aanbidding. Het nachtgebed, het reciteren van de Koran, het dua, het gedenken van Allah Azza wa Jalla, het verrichten van de istighfar. Omdat de meest gezegende nachten zijn van het jaar. Dus beste broeder en beste zuster, vraag jezelf af,
Hoeveel heb ik gereciteerd? Hoeveel salaka heb ik verricht? Hoe verricht ik mijn nachtgebeden? Dit allemaal, beste broers en zusters. Zij deden dit allemaal en zij maakten zich zorgen of het geaccepteerd wordt of niet. Of het geaccepteerd wordt of niet. Deze gedrevenheid, deze lengte en duur die zij gaven aan daden van aanbidding, het gebed, het reciteren, totdat zij niet konden opstaan van het lang staan. Ze zakten als het ware of ze moesten leunen. Vanwege de duur van het staan. Het lang staan in het gebed. Waarom? He? Allemaal omwille van Allah. Ze hebben liefde voor Allah. Ze zijn genoten van het gebed. Ze zijn genoten van de aanbiddingen. Ze genoten van het staan voor Allah. Het hebben van deze band met Allah. Zij proefde de smaak van aanbidding, van het geloof, zoals de profeet heeft gezegd. Halawat al-iman. En het geloof heeft een zoete smaak. En zij hebben dat ervaren. Zij hebben die smaak geproefd. En vandaar zijn genoten van deze aanbidding. Wij moeten dan hiervan leren. Het is niet zo dat wij zulke zaken alleen maar te horen krijgen. En dat we er niks mee doen. Weerspiegel dit met hoe jij bent in Ramadan. Hoe jij leeft in Ramadan. Wat doe jij in Ramadan? Waarmee ben je bezig in Ramadan? Maak voor jezelf een schema. Ik ga zoveel tijd besteden aan de Koran. Ik ga zoveel tijd besteden hier aan. Ik ga zoveel tijd besteden hier aan. En inshallah, ik zal het hierbij houden, inshallah. Want ik denk dat het best ook een onwaardig plaat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان لا اله الا انت